Het merendeel van de woningen in Vlaanderen is in particulier bezit. En willen we die klimaatdoelstelling tegen 2050 halen om CO2-neutraal te zijn, dan wordt dat een moeilijke opgave omdat al de woningen in België bijna uniek zijn. En dat betekent, willen we renoveren, dat maatwerk voor elke woning nodig is. Een woning renoveren is vaak een grote investering die niet voor iedereen haalbaar is. En bovendien weten bewoners ook vaak niet goed waar ze moeten beginnen. Elnep probeert hen eigenlijk te ondersteunen door hen eigenaar te maken van het verduurzamingsproces en hen mee te nemen met hun buurtbewoners bijvoorbeeld om aankopen te doen, om hen te ondersteunen om op grotere schaal woningen te verduurzamen. Dit is Huis van Bokstal, een oude dokterswoning die gerenoveerd werd tot 6 bijna energie-neutrale appartementen door projectpartner Zonnige Kempen. Met co-creatie met bedrijven proberen we hen eigenlijk te betrekken in het ganse bouwproces, zodoende dat elke expertise en kennis op elk moment aanwezig was. En zo kunnen uiteindelijk tijd en kosten bespaard worden. Dus in dit project zien we co-creatie ook als co-creatie met bewoners. Bewoners zijn natuurlijk eigenaar van hun woning. Zij willen betrokken zijn, ze willen zelf bedenken wat er met hun woning kan. Dus vandaar dat we die eigenaren heel duidelijk meenemen in het proces. De Interreg-samenwerking vond ook hier in Berlaar plaats. Een bepaalde aanpak is hier toegepast, zogenaamde keukentafelgesprekken, om hier het co-creatieproces op te starten. De Universiteit Maastricht heeft ook meegekeken bij het proces. En vervolgens de lessen die hier weer geleerd zijn, die kunnen weer aan Nederlandse zijde ook toegepast worden. Wij wonen in die woningen, dus wij weten het best wat er moet veranderd worden. Die mensen die ons begeleid hebben, ik vond die echt wel heel tof. Ook heel informatief. Ik kreeg echt het gevoel dat ze begaan waren. De menukaart is een online tool dat eigenlijk een soort van vragenlijst is waarmee bewoners aan de slag kunnen gaan met gegevens vanuit hun eigen woning en waarbij ze stap voor stap een advies krijgen over wat wel of niet mogelijk is om hun woning te verduurzamen. In de menukaart zit ook een luik om co-creatie met bijvoorbeeld jouw buurtbewoners op te zetten. Dus er zal gevraagd worden naar jouw postcode. Zo weet je of er personen in jouw buurt zijn die soortgelijke adviezen hebben gekregen. En zodoende dat je samen met hen die maatregelen kan nemen, zodat we een aantal woningen tegelijk verduurzamingsmaatregelen nemen. In de EU wordt 40% van de energie gebruikt door gebouwen. Die gebouwen die stoten 35% van de CO2 uit. Als je aan gebouwen wat kunt doen, als je die energie efficiënter kunt maken, dan kun je een hele grote slag maken. Er zijn veel oude gebouwen, er zijn veel energie-inefficiënte gebouwen, dus daar moeten we wat aan doen.